together. Together we can. Together is the theme of this year's Pride. And I think it's very well chosen. Because to me it's very clear, we all need to be working together. Daar zijn we weer. En je vraagt je af waar we nu precies zijn. Nou, we staan hier voor het ITA. En waarom zijn we hier? Nou, er wordt vanavond iets fantastisch hier geopend. We zijn hier namelijk bij Kiekeboe. En Kiekeboe, dat is een overzicht van de Pride Art Route. Er is dus deze Pride naast alle festiviteiten zoals de botenparade ook een heuse kunsttour door de hele stad. En hier binnen kun je een paar previews zien. Ga je mee? En volgens mij is dit een zelfportret. Nee, het is wel de situatie waar ik van hou. Zelfportret, ja, weet niet. Maar de setting, daar kan ik me wel in vinden inderdaad. Ik teken alleen waar ik zelf blij van word eigenlijk. Het zijn feel-good tekeningen. Jij bent een van de fotografen die hier exposeert? Nee. Wat ben je dan? Ik ben de organisator van More Pics. En More Pics is een internationale gay fetish fotocompetitie, of een wedstrijd noem je dat in het Nederlands. En ik heb dit jaar weer 14 foto's in het Ramses Schaffierhuis. En het Ramses Schaffierhuis zit ook op deze route? Ja, hier om het hoekje. Ah, nummer 8. There is so much talent, so many touching personal stories and great artworks to choose from. So, which one will become your favorite? En waarom is het zo belangrijk, vind jij, om kunst tijdens de Pride te bundelen zoals dat nu hier vanavond ook gebeurt? Nou, het is heel goed als mensen keuzes kunnen maken. Sommige mensen willen heel graag sporten met elkaar tijdens de Pride. Ik zelf hou heel erg van kunst en cultuur. En het liefst heb ik alle theaters gevuld, zodat je ook 's avonds, voordat je naar de straatfeesten afreist, nog even cultuur mee kunt snuiven. En wat van de 12 projecten die hier hangen, spreekt jou het meeste aan? Of zou je de mensen echt aanraden om de route ook van te lopen? Nou, van hier, deze zaal hier binnen, vind ik deze foto eigenlijk ontzettend mooi. Jij zit ook in de kunstroute nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 in de oude Lutherse Kerk. We hebben een expositie gemaakt met eigenlijk mijn kunst. En daar brengen we eigenlijk mensen vanuit de religieuze wereld samen met de queer mensen. En ik denk dat het belangrijk is om mensen die elkaar eigenlijk niet zo goed kennen, vanuit verschillende culturen, samen te brengen met elkaar te laten praten. Omdat je eigenlijk heel veel mensen kennen elkaar niet. En als je elkaar niet kent, dan heb je eigenlijk ook niet zoveel begrip van elkaar. Een beetje zo, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Nou, dat eigenlijk, ja. Maar is het nou grensoverschrijdende kunst die jij daar hebt hangen in die Lutherse kerk? Of kan ik daar ook met mijn kinderen van 5, 9, 12, 14 en 17 naartoe? Ja, dat ligt een beetje aan de ouders. Ik heb ook een donkere kamer, een darkroom ingericht. Als in donkere kamer. En daar hangt fetishwerk. En dan is het weer afhankelijk van ouders. En dan roep ik wel altijd tegen ouders, ik ga even binnen kijken. En beslis dan zelf of je vindt dat je kinderen mee kan nemen of niet. En waarom ben jij eigenlijk dan zo'n sleutelfiguur precies op dit gebied? Queer en religie. Ik ben zelf niet religieus. Maar ik heb juist de verbinding gezocht met de kerk. Juist om te kijken en te laten zien, ja, je hoeft het niet altijd eens te zijn in de maatschappij. En zeker vandaag de dag, dan zie je dat iedereen polariseert als een malle. En als je dan niet eens bent met elkaar, dan haat je elkaar of zo, dat lijkt het wel. Terwijl juist hebben we hele verschillende percepties op de werkelijkheid van de wereld. En toch kan je dan samenwerken. En dat is eigenlijk wat ik wil uitdragen met deze expositie. Beste mensen, dit is Milo Freeman. Wie ben je, wat doe je en waarom ben je hier? Ik ben hier omdat ik een werk hier heb hangen bij ITA. En ik ben hier eigenlijk omdat mijn dochter vorig jaar haar coming out heeft gedaan. Precies. Ik dacht, ik ga voor haar een paar mooie prenten maken van twee mooie innige mensen. Vrouwen. Mensen, nou ja. En toen ik werd gevraagd om aan deze expositie mee te doen, dacht ik, ga ik nog wat meer werk maken. Met haar in gedachten. En vandaar dat ik hier nu ook een werk heb hangen. Can you tell us and the people home a little bit about this work? This is a collage for the composition, and when I have the composition ready, I paint on them digitally. So everything has made in Photoshop digitally. And what is this work about as far as you're concerned? So this is more like my dreams I capture and I translate it in this world as a painting. So these are all my dreams that comes to my vision and I try to paint them. Your mind has a lot of
bubbles and butterflies, and it's also a bit about power and transformation. Yeah, that's true, because I'm also telling this story of my own transformation, where I came from and how my transformation journey happened. So art is my tool to express and tell that story. And it happened through the COVID time, because there was nobody around to tell me, to reflect on me, and I had to go through my own, my deeper level of consciousness to understand who am I, who's the true me, and why am I doing what I'm doing. So then I couldn't find words to express that, but I used to be a graphic designer, so I knew the tools to express it through the images. That's how I ended up making art, and I can't stop anymore. So now you are an artist. Now I'm an artist. Ja, beste mensen, het is ongelooflijk. Ik sta hier naast niemand minder dan Leon Hendricks. En Leon Hendricks is de campagnefotograaf voor de, ja, de Pride-foto's van dit jaar. Hoe vind je ze zelf geworden? Ik ben heel tevreden met hoe het is geworden. Het thema was dus Together. Wat ik, ik kon natuurlijk met deze individuele mensen helemaal niks samen doen. Maar ik dacht wel dat ze iets konden achterlaten. Een soort waas van zichzelf. Meerdere malen gefotografeerd in één foto. Maar we zitten natuurlijk samen ook zelf in hetzelfde project, Kings and Queens. Kun je daar wat over vertellen aan de mensen thuis? Nou, Kings and Queens is een project waarin wij mensen fotograferen met hun alter ego. En toevallig hadden wij hier een jongen te pakken vanuit Servië. We hebben de foto gemaakt in Belgrado. Deze jongen is een fashion designer. Maar deze jongen die was niet één queen. Die had meerdere alter ego's naar gelang hoe zijn pet stond. Kan hij zichzelf verkleden? Hij is altijd in beweging. En dat is wat ik heb geprobeerd te vangen in deze foto. We staan hier natuurlijk voor een fantastisch mooi kunstwerk. En naast een fantastische kunstenaar, Liewe van Gogh. Wat een magie, wat een absolute magie is het weer vanavond. Wat een... Ja, en jij hangt ook in de kunstruim. Ja, ja, zeker. Als... Ja, met dit werk. Ja, ja, we zijn een beetje in themaatjes, zijn we een beetje aan beland. Dus, maar we doen ons best wel. En wat is dit thema nou precies? Ja, gay. Ontzettend gay. Ja, en waarom... Super gay. Super gay. Waarom is het belangrijk voor jou als kunstenaar om in zo'n gay-route, kunstroute mee te doen? Nou, dames en heren, ik zou jullie wel zeggen, gays, los van het feit dat ze natuurlijk geweldige smaak en van excentrieke kleuren houden, hebben ze ook meestal wel hun financiële zaakjes toch meestal wel wat beter op de rij dan de hedendaagse hetero. Dus ja, als beroepsjunk moet je daar toch wel ook wel daarop inspelen. Dus ja, nee, dat het brengt mensen samen, hè, kunst, zeggen ze ook. Dus. En waarom zouden mensen niet alleen maar hier in de ITA moeten komen kijken, maar die hele route eigenlijk moeten lopen? Waarom? Ja, het is natuurlijk wel, je bent natuurlijk wel weer 3,5 uur aan het lopen waarschijnlijk. Dus het is, voor een uurtje is het leuk. Maar ik denk dat je beter bepaalde dingen goed in kan korten. Maar ja, het is een beetje voor de fanatiekelingen. Het is een beetje hetzelfde als een fietsvakantie. Je wilt het eigenlijk ook helemaal niet doen, maar toch nog beter dan in beland. I want something colorful. Or maybe this one. Yeah. And I see paper, I see clippers, I see glue. What are you doing? I'm making collages. But what is the power of a collage? Because it's all loose elements. Yeah. And then in the end you bring them together and they form beautiful collages. But how did you figure out that this is your art? So it's to create a new image from another image. To make a new life the image. And what is your longing for a new life for yourself? Maybe. No. Chef. Ja, ik heb natuurlijk je openingsspeech gehoord, maar kun je nog heel even kort vertellen waarom dit moet? Ja, ik vind het belangrijk dat er meer voor kunst aandacht komt. Als we nou eens een artsroute zouden kunnen, een kunstroute. Gewoon dat maak het mensen makkelijk en volg een route door de stad en ga kijken wat je leuk vindt. Ja, en toen hadden we ineens peekaboo. Open deurtje, een kijkje in de keuken van de kunstroute van wel 12 verschillende plekken. My main message is always to support and protect each other and help and give a space to each other to express and be our true ourselves. That's the main thing I can say. Waarom zouden mensen die route moeten lopen eigenlijk? Omdat het zo divers is en er zoveel geweldige kunstenaars aan meedoen. Het gaat natuurlijk om dat het werk ook goed is, mooi is, dat het je aanspreekt. Gaat natuurlijk niet alleen maar om het thema, maar hè, ik zou zeggen, kom gewoon kijken en
denk zeker dat je er enorm van gaat genieten. Eigenlijk zeg jij ook alle ouders van kinderen van 5, kom gewoon eventjes naar de ITA en deze sneak preview doen en dan de route lopen. Dat is niet wat ik zeg eigenlijk, maar het is wel een goed idee.